Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ben ik niet alleen, maar ik ben vandaag met Jill. Ja, ik ben vandaag met Jill en we gaan vandaag de Guest YouTuber Challenge doen. En ja, dat is eigenlijk gewoon een challenge waarbij ik een foto laat zien en zij ook. Onze Word. En dan hebben we een foto van een YouTuber en die hebben we echt heel erg ingezoomd. Dat je niet gelijk weet wie het is. En we moeten anderen raden wie het is. Oké, okay. Dat is heel spannend. Heel spannend. Maar het is wel lekker toch? We hebben al twee vijf YouTubers uitgekozen. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Zal ik beginnen anders? Oké, is goed. Die is van Giel. Je weet het gelijk. Ja. Oh, ik denk... is hij zo duidelijk? Ja, ja, ik denk... Ik dacht, ik laat die pet nog wel zien, want dan dat is een beetje... Je ziet alleen een oor. Een pet. Ja, maar die ben ik wel. Je hebt wel gelijk. Ik laat wel de hele foto zien. Ik ken die foto niet eens, maar ik herken hem meteen. Okay. En je hebt ook nog eens een keer zijn donkere kant gebruikt in de video. Ja, dat is toch beter, slim. Ja. Okay. En ik maak het niet te makkelijk. Oké, okay, nou, dat was snel. Straks zijn mij allemaal te makkelijk. Zo, ze zijn met drie tellen klaar. De mijne. Ik heb volgens mij veel verder ingezoomd, maar... Echt? Oh ja, die is wel... Nikki. Nee. Oh. Ze heeft lipgloss op, dus denk ik... Ja, het is een meisje inderdaad. Hoor. Daar ben je op de goede weg. Wie heeft zulke... Sharon heeft niet zulke lippen. Kijk of het jouw lippen zijn. Maar nee. Man, wie heeft zulke lippen, man? Man, wie zijn die lippen? Zou ik je één hint geven? Wacht, we doen twee keer en daarna geef ik een hint. Ja. Het is geen beauty meisje. Oh! Oh, ik dacht het is een beauty meisje. Okay. Nee, het is geen beauty meisje. Het is wel een meisje, maar geen beauty meisje. Hij heeft ze zelfs nog nooit een make-up video geüpload. Melanie of Lisa. Is het een van hun twee? Nee. Dionne. Maar ik heb ook wel een hele moeilijke foto uitgekozen. En hier heeft ze een pruik op. Ja. Dit is niet haar echte haar. En toen had ik dit. En toen dacht ik, ja, maar aan die ketting kan je heel goed zien dat het Dionne is. Want Dionne heeft echt zo'n unieke stijl. Die was wel lastig. Ja, die was wel lastig. Ik geef toe, hij was wel lastig. Maar ik zit eerst gelijk te nadenken van, oh, beauty meisje, want ze heeft volgens mij lipgloss op. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, ik dacht, ze heeft een nude kleur op haar lippen. Het lijkt echt nude. Ja. Maar ja, oké, okay. Mooi filter. Dat kan ook. Kan ook. Is het Kevin? Nee. Nee. Nou, je zegt wel, opeens allemaal te makkelijk, maar deze, ik zie het echt niet hoor. Ja, het is ook wel moeilijk. Het is bij water. Ja. Nou, het is een jongen. Toch? Is het geen jongen? Nee. Het is een meisje. Ja? Zwet. Oh nee! Nee joh. Oké. Okay. Ik mag een hint geven. Ja. Dit is een vakantiefoto. Ja, dat zie ik. Oh. Bedankt voor de hint. Oké. Okay. Ja, moet ik anders een andere hint geven? Ja. Het is wel een beauty iemand. Is het Marcia? Ja. Oh! Kijk. Oh, die is zo leuk! Ja! Je foto die ken ik zelfs. Ja. Ik vond hem zo schattig. Maar jij had hem zo ingezoomd dat die wenkbrauw leek alsof hij heel erg naar beneden gaat. Maar dat is helemaal niet zo. Maar dat... Daar dacht ik dat het een man was. Sorry, Marcia. Ik heb wel een beetje, want we hebben alle twee een beetje andere mensen die we kennen en zo. Omdat ik een beetje in de gamerwereld zit, dankzij Milan en zo en dergelijke. Heb ik wel een beetje mensen gekozen waarvan ik wel weet dat je... Oké, dus David, maar die heeft dikke wenkbrauwen. Ik heb echt een neiging om zo uit te zoomen. Weet je wel, ik heb echt een neiging. Kan Milan zijn met geverfd haar? Ja. Ja, is het echt weer? Ja! Oh, ik heb hem goed! Ik heb hem goed! Ik moest zo hard lachen, jongen. Die ja, knus. Maar je ziet het een beetje aan die wenkbrauwen. Ik dacht eerst, misschien ga je dan wel op die tour, want je hebt iets buiten haar nou roze. Dat had ook Enzo kunnen zijn. Dus ik dacht misschien. Maar daar heb ik eigenlijk heel erg niet aan gedacht. Nee? Oh. Nee. Ja, ik moest hier heel hard om lachen. Nou ja, ik heb wel goed. Oh, dat had ik echt niet verwacht dat die goed zou hebben. Nou, die hebben we goed hoor! Ja, ja! Ik heb een punt. Yes. We staan nu 1-1, toch? Ja. Of nee? 2-1. Nee, 1-1. Oh jawel, ik heb Marcia opgeraden. Ja, ja. 2-1 voor mij. Niet gezien, hè? Nee, nog steeds niet. Jee, ik geef me wel veel mogelijkheden, Janik. Ja, maar sorry, ik ben er niet zo van aan het. Is het überhaupt wel een persoon? Ja. Oh, dit is Mert!
Oh, hij ziet het gelijk. Ja, ik zat te kijken van, het lijkt van kandelaar of zo. Het is een snor. Ja. Ik dacht dat die neus een kaars was. Oh, wauw, die heb je echt wel gelijk. Die neus is een kaars. Ja, ik weet niet hoe ik het eruit zie. Ja, dat weet ik ook niet. Het is hetzelfde verhaal als met die jurk, denk ik. Of die nou goud met was. Oh, wow, dat is wel heel snel. Ja, ja, maar dat is maar één persoon toch, die zo'n Marokkaans typetje heeft en dat merkt. Ja, oké. Okay. Maar ik dacht, je zou misschien denken, wie heeft zijn naam een snor? Ik kan niemand verzinnen die een snor heeft, want eigenlijk heeft Mert geen snor. Nee, eigenlijk heeft Mert geen snor, maar ik kan hem wel goed. Ja, wel goed. Ja. Oké. Okay. Goed gedaan. Next one. 3-1. 3-1. Ah, oh, dat is Sophie. Ah, die was... Kijk. Ik was al bang dat deze te makkelijk was, ja, maar het is inderdaad Sophie. Ja, de wenkbrauwen. Ja, dat is hem echt. En de tint. En haar ogen, weet je. Ja, ze heeft een unieke... Ja, ze heeft ook zo'n blik die ze vaak heeft. Niet dat iets mis met Sophie, ik vind haar hartstikke Sophie. Mooi. Maar ik ook. Hoe ze, ja, ik vind haar echt heel mooi. Heel mooi meisje is het. Ja, echt zeker. Maar hoe ze uit de ogen kijkt, echt zo Sophie. Ja, het is gewoon Sophie. Ja, gewoon Sophie. Is dit Isabelle? Nee. Het is wel een meisje. Ja, dat zie ik. Nee, ze heeft hele mooie volle lippen. En een blond meisje. Is het Vera? Nee. Ja, ik snap wel dat je Vera ziet. Ik zou je denk ook wel snel Vera zien. Lisa of Melanie? Ja? Nee. Huh? Moet ik een hint geven? Ja. Is voor het rechts een bril. Nou, vaak heeft ze geen bril op. Dan ben ik het zelf niet. Volgens mij heb ik helemaal geen foto's met een bril. Ik weet dat Tessica foto's heeft met een bril, maar die is niet blond. Maar ze draagt niet vaak een bril. Nee, ik weet het echt niet. Kun je het foto laten zien? Ja, ik denk het wel. Oh, Diana! Ja, oh. Maar die heeft ook van die volle lippen. Ja, dat klopt, ja. Ja, maar voor Diana wist ik ook wel dat ze een bril droeg. Maar daar heb ik helemaal niet bij nagedacht. Dus deze dus, was niet te makkelijk. Nee. Of hoeveel stond er nou? 3-2 of zo? 3-2? Ja, zoiets denk ik. Zoiets. Het staat al hier boven in het beeldscherm. Deze raad je denk ik nooit. Hij had een sok op zijn hoofd. Ja, nou dat is ook een beetje de foto geloof ik. Oh, echt? Ja. Is dit iemand van Zeus? Nee. Het lijkt echt gewoon van die pluisjes op zo'n sok die ik ook altijd op mijn sok heb, weet je wel? Ik geef je wel vast één hint, okay. Want ik denk anders dat hij te lastig is. Het is een goede vriend van Milan. Dan geef ik je nog wel een hele, dit is wel echt een hele makkelijke hint, maar ze wonen samen in een huis. Ja, dat is thuis goed van Milan dan. Ja. Hoe heet hij ook hoor? We hebben het er straks nog over gehad. Als hij over gehad op die poster. Welke poster? Je had de poster, was je alles aan het opnoemen. En daar stonden twee namen op. En dat was die van Milan en die van... Oh, Dom. Dom. Tuurlijk. Mooie foto. Mooie foto. Is het een sok of nee, hè? Nee, het is een mutsje of zo. Maar hij voelde zich een kabouter. Het was iets in ieder geval. Maar ja. Dus. Oh. Dit is Vera. Ja. Ik zat te zeggen, is deze te makkelijk? Maar ja, dus. Ja, dit is wel duidelijk. Woep woep. Kijk, waar is je ik heb ze allemaal geraden, geloof ik, hè? Echt? Nee, die van Diana niet. Oh nee, die van Diana niet. Even kijken. Oh, jij hebt... En heb je Marcia geraden? Ja, Marcia heb ik ook geraden. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Oh ja, ik heb die van en Diana. Ik zat nog trouwens te denken bij die foto van Marcia. Van, ik ken er wel een paar die vaak op vakantie gaan. Marcia, Cynthia, Serena. Dus ja, dat was die vakantietipfoto heel goed. Ja, maar daar heb maar ik... Maar je wist het zo wel. Ah ja. Oké, mijn laatste. Jouw laatste. Dit lijkt gewoon een magazinefoto. Ja, het is ook echt wel oprecht een hele mooie foto. Maar het is ook van een heel mooie persoon. Als ik die make-up zie, zie ik altijd denk aan Nicky met de make-up skills. Maar dit is niet Nicky. Nee, dit is niet Nicky. Maar Nicky. Ik denk ook niet dat ze zichzelf heeft opgemaakt voor deze foto. Maar dat weet ik niet zeker hoor. Oh, dus ze heeft al... Sorry als je kijkt en... maar hè? Ze heeft wel eventueel die skills, moet dat eens betekenen. Nou, ja, ze kan het wel goed. Ze vindt zelf alleen van niet, maar... Mag ik vragen welke kleur haar ze heeft? Ja, donker en lichtbruin. Een beetje hetzelfde als jij. Op dit moment. Manon? Nee. Sharon? Sharon heeft ook geen donker haar. Sharon heeft blond. Oh ja, weet je, waarom zeg ik dat dan? Oh! Ja, denk ik dacht namelijk dat Sharon dat uitgroei. Geleden. Geen belediging aan Sharon, we love you, maar je snapt wat ik bedoel, want dan heb je met uitgegeven heb je twee verschillende kleuren. Ja, maar ze heeft echt gewoon een beetje jouw kleur, weet je ja, wel? Die zijn echt met zusjes. Oh, nooit eerder gehoord. Ik weet het!
Monica. Ja, klopt. Maar dit is wel echt een hele bijzondere foto, hoor. Ja, oh. Ja, nee, dat was een moeilijke. We staan weer gelijk. Nee, volgens mij heb je aan de krantpunt weer, hoor. Nou ja, we zien het hier boven. Uit. Of we staan gelijk, één van de twee. Maakt het niet uit, het was in ieder geval leuk. Ja, ik vond het ook erg leuk. Op Jill's kanaal hebben we ook nog een video gemaakt en daar gaan we dierengeluiden nadoen. Dus klik even op haar hoofd of op het linkje hier beneden om naar de video te gaan. Is ook heel erg leuk geworden. En ja, moet je ook gewoon bekijken, want dat is gewoon leuk. En doe een duimpje omhoog als je video leuk vond. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie snel weer. Bedankt voor het kijken. Doei doei! 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 Ah. Ik snap het niet. Jij bent echt rebels. Hoezo ben ik nou weer rebels? Je ouders ervan. Nee, ik durf het dus niet te zeggen, want ik denk dat zij niet leuk vinden als ik...